Calimera. Calimera. Goedemorgen. Jan. Ja, dan staan we toch bij een, voor mij in ieder geval, historisch plekje. Want hier, in dit huis, nummer 13, daar woonde mijn oerbeppe. Dat is overgrootmoeder in het Nederlands. Ze zijn hier tegen 1900 komen wonen. Zij en kwam eigenlijk van Koekange, dus een beetje kop over IJssel, denk ik, zal het zijn. En ze is getrouwd met Melle Rozema. Melle is Hendrikje. Zijn de echt oude inwoners die mij nog mijn overgrootmoeder zo noemen. Ik heb hier een foto van deze twee woningen. En hier staat ze, het is niet heel scherp. Zo. Ja. Staat ze met Melle. Okay. En hun oudste zoon, Hetzer Rozema. En hier staat ze met mijn... Ah, nog een. Ja, ja, er komen er een paar. Wacht even zo, ja. Met mijn beppe. Ja. Oma, hè. En hier... Die is leuk. Met mijn paken, beppe, oom Roel en mijn moeder. Want zij wonen hier eerst met hun vier kinderen. Maar toen Melle overleed, en die is niet heel oud geworden. Melle was eigenlijk gardeniersknecht. En die heeft op een gegeven moment een duim verloren. Kon hij dat werk niet meer doen. En toen ging hij met Wolf langs de wegen. Was hij venter. Dus ze is heel lang alleen geweest en was baakster. Toen de kinderen het huis waren, mijn paken die was schipper op een van de stormvliersboten. En toen hebben ze hier nog een tijd bij ingewoond. Ja. Tot mijn paken Beppe naar ongeveer 17 verhuizen. Nou, daar zijn we al een keer geweest. Als je nog een keer dichterbij kunt komen, ja, voor één. Kijk, daar staat ze. Op een gegeven moment werd ze dement en dan meen ze steeds Duitsers te zien op de weg. Wat ik even wil aanwijzen, daar is een toilet. En dat toilet, dat was voor haar woning. Maar er bestond ook een recht van overpad voor de woning ernaast. En was dat daar of niet? Dat is waar het hartje, de linker, zit. Daarnaast was een soort kolenhok. En wat je ook ziet, is in de verte de woning van Onier 13, waar toen nog een verdieping op zat. Ja, ik zal nog even bij de buren kijken. Oh ja. De buren, dat is dus Richtje van der Zee. Brouwer van der Zee. Dat was een... Wacht even, ik moet even achteruit, ja. Familie van Wopke Brouwer. En die had op Tolhuis een kroeg op Tolhuis. Waar hij in 1928 een alternatieve Elfstedentocht organiseerde. En die tocht ging, zoals alle Elfstedentochten vroeger, ging over snakke buren en dan via de bonken naar het café. Dat was een commerciële slimme zet. Dan wil ik nog even tonen, als je daar kijkt, ik weet niet of dat goed zichtbaar is hoor, maar je ziet daar een verandering in steen. Ja, ik zie het wel. Hier heeft heel lang de familie Bijlsma gewoond, daar ben ik laatst ook nog mee rondgelopen, Jappie Bijlsma. Dat zet ik allemaal nog wel even op internet. Maar die bakkerij die is in 1945 afgebrand, voor een groot deel. Er lag erg veel stookspul op zolder. En dan zie je de steen. Daarna, na de brand is het weer heropgebouwd en is er een stuk bovenop gekomen. De brand die is geblust, niet door het uit ons eigen brandweerhuisje, want die was toen al weg, maar door de brandspuit van Hommema Eskus, de fabriek, zijn we ook geweest. Even verder. Want hier was dan de bakkerij. Of het goed als je zo kijkt. Ja, wacht even naar achter, want dan kan ik het pand er een beetje opzetten. Ja? Nou, daar staan ze. Wat grappig. Dat is hetzelfde huis. Die bakkerij is ergens 1879 of zo door P. Dijkstra gestart. En de zonen Aant en Johannes Dijkstra hebben hem overgenomen in 1922. Aant die droeg een toepetje. En dan was het voor de jeugd van Snakkenburen nog wel zaak. Als je hier staat, dan is het op de linkerkant een deur en rechts. Links ging eigenlijk ook naar de berging. En dan was er een lange gang tot aan het Dokkemeree. En dan vloog de jeugd door die gang en dan riepen ze heel uit: aan pruk, aan pruk, aan pruk. En in de hoop dat ze niet betrapt werden. Nou, dan heb je, zeg maar, op deze foto. Daar staat dus de bakkerij, het pand rechts. En dan heb je daar een pandje wat, ja, kun je zeggen, toch enigszins gerestaureerd is.
Daar was de opslag vanaf deze kant en de andere kant het sigarenmagazijn van Kabel. Nou, uiteindelijk is dat pand geheel afgebroken. Maar daar komen we volgende keer op. Ik zou zeggen, nou ja, tot de volgende keer. Tot de volgende keer, Jan. Dankjewel.